hoe leuk. Ik heb mezelf een nieuwe trui cadeau gedaan. Oké, het is 12 uur en we gaan naar de gym. Daar heb ik namelijk echt heel veel zin in. Dus we pakken. Heb ik pri nodig? Nee. Eiwitreep, de allerbeste. Een energy drink. Water. En een shirtje. Ik was eigenlijk vergeten dat ik deze nog had. Ik ga hem even wassen. Struggles. Ik doe lekker dit aan. Hier voel ik me chiller in. Truitje aan. Allerbelangrijkste. Want zonder muziek trainen is echt niet chill. Voor de mensen die trouwens denken van het is vrijdag, moet je niet naar school. Ik heb sinds gisteren vaarwel gezegd tegen mijn opleiding en gekozen voor een tussenjaar. Ik heb nu dus een tussenjaar genomen. Dat heeft twee redenen. Ten eerste omdat ik het gewoon niet meer trok op school. Het lukte me gewoon niet meer. Het ging niet meer. Ik was er heel weinig en het werk wat ik moest doen lukte me mentaal niet meer. Ik was gewoon, zeg maar, door mijn mentale problemen slash chaos in mijn hoofd lukte me het gewoon niet meer om school te doen. En aangezien ik dadelijk een behandeling moet gaan volgen van een jaar lang bij het GGZ, ging dat ook niet echt in combinatie omdat ik dan heel vaak daarheen moet en amper op school kan zijn. Gelukkig had mijn school er veel begrip voor en reageerde ze er goed op. Maar het is nu dus heel erg wennen, dus ik ga nu op zoek naar een baan. En dan ga ik dus gewoon een jaar lang werken, geld verdienen. Kan ik veel meer voor YouTube doen, wat ik ook echt heel erg leuk vind. En daarnaast ga ik dus heel veel therapieën volgen. Dus voor de vragen die er aankomen van hoe kan het dat jij 's middags naar de sportschool kan? Of hoe kan het dat jij door de week gaat filmen? Dit is het antwoord. Ik heb het tussenjaar genomen, heel simpel. Dit is mijn eigen keuze, dus mensen kunnen hierover gaan zeggen wat ze willen. Maar dit is wat voor mij op dit moment heel goed voelt. En wat me ook goed gaat doen. Dus, dat wil ik even zeggen. Took a long break from the booth, gotta get my hair right. Working late night shifts, gotta get by. Dropping round all night till the sunrise. All praise to the most high for the life that I got in my lyrics. Oké, ik heb echt heerlijk getraind. Ik heb upper body gedaan een uurtje. En mijn armen, oh mijn god, die zijn helemaal kapot. Mijn spieren zijn ook echt gewoon helemaal heet nog steeds. Echt gewoon, ze branden. Ik heb helaas niet alles kunnen filmen van de workout. Omdat op sommige plekken was het gewoon te druk. En dan ga ik niet die camera neerzetten. Want er staan allemaal andere mensen op. En die vinden dat denk ik niet zo leuk. En ik vind het zelf ook niet heel erg leuk. Want ik vind het toch een beetje apart of zo. Om dan mijn camera neer te zetten. Gym anxiety. Ik ga nu in ieder geval lekker tosties bakken. Want daar heb ik zin in. Oké, ik heb net nog even zitten editen voor een video die ik af wilde maken. En ik heb net ook even snel een andere video opgenomen. Namelijk deze video, omdat ik me zo erg zat op te vreten van binnen van bepaalde reacties die ik kreeg. En het zo zielig vond van sommige mensen die mij berichtjes stuurden. En ik gewoon echt even iets vanuit mijn hart moest delen. Dus die video heb ik net opgenomen. Dat voelt goed dat dat nu gedaan is. Dat is even een, voelt even als een soort ontlading, opluchting. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Nu ga ik even een snackie eten. Wat ga ik nog meer doen? Even mijn kamer opruimen, want ik heb er weer eens een bende van gemaakt. Let's plan, dat gaan we doen. Goedemorgen. Ik ben gisteravond ineens
spontaan uit geweest. Ik ging eerst biertjes drinken met mijn vrienden en toen besloten we ineens om uit te gaan. Dus toen zijn we naar de stad gegaan en naar een kroeg. Dat was heel erg gezellig. Ik heb gelukkig niet zoveel biertjes gedronken, dus ik voel me gewoon fit vandaag. Behalve dat ik laat op bed lag vannacht. Ik lag om 3 uur pas te slapen. We waren wel veel eerder thuis, maar ik had heel erg last van gedachten in mijn hoofd waardoor ik niet in slaap kwam. Toen heb ik een slaappilletje genomen, tot uiteindelijk ben ik in slaap gevallen, maar echt pas om 3 uur. En ik ben nu net om 11 uur 's ochtends wakker geworden, dus ik heb wel lekker uitgeslapen. En het is nu 11:45, want ik heb me net even mijn haar gewassen, omgekleed, me klaargemaakt. Dus nu ga ik lekker ontbijtje maken. Gewoon even een lekker rustige start van de dag waar helemaal niks moet. En ik gewoon ga doen waar ik zin in heb vandaag. We gaan kijken waar vandaag ons gaat brengen. Maar eerst havermout. Maatje. Wil jij een koekje? Met mijn hoofd een enorme chaos. En er kwam alles er opeens soort van uit. Ik kreeg echt een mental breakdown van weet ik voor wat. En ik haat het zo erg om huilend voor de camera te zitten. Maar ik denk dat dit ook gewoon belangrijk is om te laten weten aan jullie dat dit soort momenten er ook nog heel veel zijn. En dat het gewoon echt met ups en downs kan gaan. Het vorige shot wat ik filmde, dat ik zei dat ik mijn ontbijt ging maken, was ik gewoon nog vrolijk. En een uur later zit ik er zo bij. Oké, het is inmiddels 1:30. Ik voel me nog steeds echt mega kut. En ik moet gewoon even iets hebben om mijn kop te legen. En rustiger te worden. En even voor mezelf te zorgen. En een van de dingen die mij daar gewoon heel erg mee helpt is de sportschool. Gewoon muziek op je oren, focus op de oefeningen. Zodat je niet meer zo in je hoofd zit. En ik me iets beter ga voelen. Wel hoop ik echt dat mijn hoofd weer weggaat voordat ik bij de sportschool aankom. Maar goed, ik denk niet dat ik ga filmen in de sportschool. Want ik wil nu gewoon echt even voor mezelf dit chaos in mijn kopje fixen. En geen zorgen hoeven te maken over de camera. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. En misschien dat ik wel een paar shots film. Maar we zullen zien. Dus tot straks. Oké, het is inmiddels 5:30. Ik heb net de hele tijd een video zitten editen. En nu ga ik even de hond uitlaten. Even een lekker stukje lopen met de koptelefoon op podcastje op. Even wandelen en dit rustig zien te krijgen. Het is plan. Oké, eerlijk. Vandaag was echt een verschrikkelijke rotdag qua mentaal. Ik heb heel de dag op de bank gelegen, video's gekeken, geëdit, heel veel gehuild. En toen op een gegeven moment dacht ik, ik moet hieruit. Ik moet iets gaan doen om deze dag iets leuker te maken. Dus vroeg ik mijn zusje wat zij ging doen. Die had geen plannen, dus nu hebben we besloten om met een hele groep ineens spontaan uit te gaan in Breda. Ik ga niet drinken, want ik rij, wat ik totaal niet erg vind. Maar gewoon even gezellig erop uit. Met mijn hoofd op iets anders focussen. Gezelligheid, dat klinkt beter. Dus ik hoop ook dat dat gaat lukken. Ik ga uit, ik zie jullie morgenochtend. Hallo hallo lieve mensen, het is vandaag zondag. Zoals jullie zien, zie ik er een stuk vrolijker uit. Ben ik een stuk vrolijker. Voel ik me een stuk beter dan gisteren. Ik had gisteren echt zo'n verschrikkelijke roddag. Ik heb letterlijk gewoon echt ongeveer alleen maar gehuild gisteren overdag. En toen s'avonds ben ik natuurlijk uitgegaan. En dat was uiteindelijk zo mega gezellig. Ik denk een van de gezelligste avonden uit die ik ooit heb meegemaakt. Dus dat was echt heel fijn en leuk. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Het heeft me echt heel erg goed gedaan. Ik was uiteindelijk vannacht om 4 uur thuis. Ik was de Bob, dus ik ben nuchter geweest. Ik ben vandaag wel lekker hartstikke fit. Maar ik heb wel gewoon uitgeslapen. En ik werd om 1 uur pas wakker. Dus ik denk dat ik het nodig had te slapen. Toen ben ik even gaan ontbijten en gaan editen. Het is nu 3 uur. En het is echt heerlijk weer buiten. Het zonnetje schijnt echt lekker. Dus ik denk dat ik even lekker een rondje ga rijden buiten of ga wandelen of zo. Even lekker van het weertje genieten. Maar ik ben heel erg dankbaar dat gisteren zo'n leuke avond was. En dat dat me weer even goed heeft gedaan. Want weet je normaal? Want normaal heb je op dagen dat je je echt heel rot voelt. Dat je, dan heb je echt geen zin om erop uit te gaan. Of met mensen te zijn. Of mensen op te zoeken of wat dan ook. En dat heb ik ook heel erg. Maar ik weet van mezelf, als ik het wel doe, dan voel ik me beter. Dus dan een stap zetten om te zeggen, ja, ik ga mee uit, is heel lastig. Maar uiteindelijk zul je zien dat je er heel blij van wordt. Want mensen om je heen, wanneer je je rot voelt, is gewoon heel belangrijk. En de sfeer die hangt bij de mensen voor wie je houdt, dat doet je ook heel erg goed. Dus dat is even een tipje van mij. Ook al wil je niet met mensen afspreken als je je rot voelt, probeer het gewoon. Want ze kunnen voor je zijn en je helpen. En zonder dat ze het misschien eens weten, kunnen ze je gewoon beter laten voelen. Ik bedoel, niemand waarmee ik gisteren was, wist dat ik gisteren echt een rotdag had.
En uiteindelijk hebben hun er toch voor gezorgd dat ik wel een fijne avond had. Dus zo kan het lopen, dat bedoel ik. Ik ga nu lekker naar buiten toe. Even de zon opzoeken.